zijn vandaag bij Artie Jans bij de repetities van de musical Little Shop of Horrors. Ik heb een interview met Ria de Ridder van de productie en Nine Meijer, de regisseuse. Vertel eens, wat is Artie Jans? Artie Jans is het Centrum voor de Kunst hier in Alkmaar. Wij geven les in alle kunstdisciplines, beeldend, dans, theater, muziek. Het doel van Artie Jans is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met verschillende kunstdisciplines die we hier aanbieden. Producties is een onderdeel, we geven les in Artie Jans en producties, dat is dus een onderdeel ervan. En we hebben theaterproducties, voornamelijk musical. Op de muziekafdeling hebben we een popschool en die spelen ook in allerlei plekken hier in de omgeving met hun popbandjes. Ik ben bij Artie Jans musical docent. En dan, ik geef lessen voor kinderen van 6 tot 9 en van 10 tot 12 en de productiegroep dan dus. Okay. Ik heb in Alkmaar op het conservatorium gezeten en heb toen hier mijn stage gedaan en ben toen eigenlijk blijven hangen. En ik ben coördinator van het productiehuis. Productiehuis is een afdeling van Artie Jans en ik coördineer alle voorstellingen en ben betrokken bij de ontwikkeling daarvan. En, ik ben begonnen bij het Jongerentheater Alkmaar en 2,5 jaar terug zijn we gefuseerd met Artie Jans en is de afdeling Artie Jans Productiehuis ontstaan. En ik ben dus vanuit het Jongerentheater waar ik hetzelfde werk deed, alleen dan specifiek op theatergebied, nu in Artie Jans. Ik heb een gesprek met Lisa en met Rex, twee spelers. Hoe ben je bij Artie Jans gekomen? Artie Jans, ik was op zoek naar een musical, want ik vond het natuurlijk heel leuk om te doen. En toen heb ik, ik heb eigenlijk opgezocht naar alle musicalverenigingen in de omgeving. Toen heeft Ria de Ridder, zeg maar de productieleidster, heeft mij gebeld over of ik zin had om een auditie te doen. Nou, natuurlijk. Dus, en wat hield zo'n auditie in? Wat moest je doen? Wat voor de auditie? Nou, dan was je met een groep van ongeveer 20 personen. En dan kreeg je allemaal kleine opdrachtjes. Dan moest je een klein beetje spel doen, een beetje improvisatie. Een stukje zingen natuurlijk. En het voelde niet als een auditie ook. Het was vooral heel gezellig. Ja, dat scheelt ook wel natuurlijk. Dan ben je ook niet zo nerveus. Nee, ik was absoluut niet zenuwachtig. En, ja, het was gewoon heel leuk ook. Vanaf het begin tot het einde eigenlijk. En jij? Ik heb vorig jaar in een musicalvereniging Egmond aan de Hoef gespeeld. En daar kende ik Marlies van Winkel ook van. Die deed daar de muziek, de zang. En die vroeg ook van, ga je nog wat doen na dit jaar? Ik ging daar weg. Ik had er al best wel lang op gezeten. En toen vroeg ze, heb je misschien interesse om hier auditie te komen doen? Nou, toen dacht ik, heb ik eigenlijk best wel interesse in. Dus ik heb haar gevraagd om haar mij te informeren als het eenmaal zover was. Heb ik meegedaan aan de audities en toen was het goed. Toen was ik binnen. Wat we hier hebben geleerd? Vooral samen spelen. Samen echt iets op neerzetten. Dat hopelijk leuk is. Ja, dat is echt vooral echt samenwerken. Wat ik heb geleerd hier is vooral het inspelen op je publiek. Om angst aan te jagen of laten zien dat het paniek is op het podium. In ieder geval je publiek bespelen, dat vooral. Waar gaat de musical Little Shop of Horrors over? Het gaat over een plantenzaak. Die is op de Zeedijk, zit hij in Amsterdam. En het speelt zich af in de jaren 70, eind jaren 60, zo'n beetje die tijd. En het loopt niet zo goed in die zaak. Dus ze zitten op het randje van faillissement. Totdat een werknemer die ontdekt een nieuw soort plant. Dat heeft hij van een Chinese winkel gekregen, een zaadje. En die plant wordt steeds groter en daar komen steeds meer mensen op af. En hij wordt helemaal beroemd om die plant. Alleen die plant heeft één nadelig dingetje en dat is dat hij leeft op bloed.
Dus die werknemer moet bloed bij elkaar zien te krijgen. En het blijkt al heel snel dat zijn eigen bloed niet genoeg is. Want daar begint hij mee. Totdat het gewoon hij met al zijn vingers in de pleister zit. En dat hij denkt, ja, waar moet ik nou dat bloed vandaan halen? En dan komt er al snel het idee om mensen te gaan vermoorden. Als je heel erg graag een boodschap wil vinden, dan zit er wel in van hoe ver wil je gaan om beroemd te worden. Maar ik vind zelf dat er niet echt een moraal in deze musical zit. Het is echt, vind ik, entertainment. Amusement als publiek moet gewoon lekker kijken naar de voorstelling. Toen ik nog jong was, maar al echt een secret. Zag mami dat ik vreemde dingen deed. Ik duwde puppies altijd uit hun nest. Ik kneep de puppies, heb bosjes gekregen. Na deze productie worden er cursussen gegeven en lessen, gewoon dat je het nog door kan gaan. Want het is natuurlijk zo dat het zometeen is het over en eigenlijk wil je nog wel doorgaan. Dus ze bieden heel veel mogelijkheden. Nou, ik ga denk niet verder in Artians met de musicals. Vooral omdat ik meer in het wat zuidelijkere deel omga met toneel en musicals. En ik heb het één keer geprobeerd hier zo. En ik vind het hartstikke leuk hier in Artians. Maar ik denk dat ik het niet red om de hele tijd weer naar Alkmaar te fietsen. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik stop er hierna wel mee. Ja, wat meer in de buurt bij jou. Ja, wat meer in de buurt. Was op zich goed gegaan met spel in ieder geval wel. Ik denk dat jullie wel niks hebben gemerkt in ieder geval. Technisch ging af en toe wat fout, maar voor de rest, het was zo leuk. We hebben allemaal zo genoten. En het was echt, het was gewoon fantastisch. We hebben zo'n zin in morgen ook en volgend weekend. En het, ja, het is echt leuk. Volgens mij ging het wel goed. Ik sta achter en ik krijg elke keer de mensen die van toneel afkomen helemaal enthousiast. Ja, het ging goed, ging goed, ging goed. En helemaal aan elkaar en we horen de reacties van het publiek. En ja, dat is wel heel erg leuk om te horen. Ja, ik vond het ook heel goed gaan. Ik heb boven achter de lichtschuivers gezeten. Dus ik heb alles kunnen zien en het ging hartstikke goed. En wat zou je nu anders doen voor de volgende voorstelling? Qua spelers vind ik niet dat er iets anders hoeft, want ik vond ze gewoon goed en heel enthousiast. En dat is sowieso een goede basis. En qua geluid kan er nog wel wat klein dingetjes, maar dat is ook logisch, want dat was de eerste keer dat we het vandaag met geluid deden. Ja, een paar keer een zender die niet aan was, dachten we, of dat de schuif toch niet open was. En, ja. Dus dat moeten we morgen nog even dubbel checken.